Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor mijn broeder Samuel. Dank u wel dat, dat hij in dienst van u staat. Dank u wel dat hij uw woord heeft onderzocht. En Heer, dank u wel dat hij bereid is om vandaag aan ons te gaan vertellen wat u voor ons voor ogen hebt. Heer, ik wil u vragen om hem vrijmoedig te laten spreken. Wilt u hem leiden in alles wat hij zegt? En Heer, ik wil u vragen, wilt u ons als toehoorders zegenen, opdat wij zullen verstaan wat u tegen ons wil zeggen vandaag? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Thanks. Goedemorgen allemaal weer. Dit is trouwens de eerste keer dat ik hier spreek vanuit Winterswijk. We zijn verhuisd in april en de vorige keer dat ik hier sprak woonden we nog hier in Zutphen. En ik moet zeggen, het bevalt me wel om eventjes een ritje te maken, weet je wel. Dan heb je nog even lekker tijd in de auto, een stilte tijd. En mijn vrouw en de kinderen waren niet mee, want dan was het anders een stuk minder stil in de auto. Maar het is ook sowieso wat, de Achterhoek is mooi, of niet? Ja, hè? Zeker ook als het mooi weer is en de bomen zijn groen. Het is echt heerlijk om hierheen te rijden en dan te genieten van Gods schepping, van hoe hij alles gemaakt heeft en wat een voorrecht het eigenlijk is om in een omgeving als deze te mogen wonen. Amen. En het thema wat ik vandaag op mijn hart heb is hou vol. En ik heb daar eigenlijk een beetje een woordgrapje, een woordspeling mee gemaakt, want ik bedoel niet hoe houd je het uit of hoe verdraag je iemand. Maar ik bedoel met hou vol, hoe blijf je vol? Hoe blijf je vol van Gods geest? Hoe blijf je vol van zijn liefde? Hoe houd je je lamp vol? Hoe houd je jouw olielamp vol? En ik vond het wel grappig dat vanmorgen dus ook nog even een echtpaar dat 50 jaar getrouwd is centraal stond. Want soms zullen mensen wel eens, zeker in deze tijd, vragen van hoe houd je het vol? 50 jaar. In deze tijd is dat bijna een uitzondering aan het worden. En is bijzonder. En ik geloof dat jullie ook kunnen beamen, hoe je het vol houdt, is door ook vol te zijn van Gods geest. Om vol te zijn van Hem. Om vol te zijn van Jezus. Want een tweevoudig snoer is al beter. Beter dan een eenvoudig snoer. Maar een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. En jullie zijn daar een voorbeeld in. En dat is mooi. Ik kon dat ook gelijk ook als voorbeeld hierin meenemen. Want ook in een huwelijk heb je soms heel veel genade nodig. Ook in een huwelijk heb je heel veel liefde en geduld nodig. En wat zijn nou de dingen die de Heilige Geest met zich meebrengen? Dat zijn de vruchten van de Geest, toch? Nou, en ik denk dat jullie ook kunnen beamen na al die 50 jaren. Nou, die vruchten heb je nodig. Want wat zijn die vruchten? De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal items die 100% van toepassing zijn in een goed huwelijk. En ook voor jullie die net getrouwd zijn, hoop ik dat ik jullie dit echt kan meegeven. Van hou je huwelijk vol. Betrek dat, maak er echt een drievoudig snoer van. Zorg ervoor dat jullie gevuld zijn van zijn geest. Want met die geest komen ook de vruchten. En die vruchten ga je heel hard nodig hebben. En ik wens jullie ook gewoon echt een super lang huwelijk toe. En God gaat jullie echt zegenen. Dat weet ik gewoon. Yes. Maar het thema voor vandaag is dus hou vol. En trouwens, weet je wanneer je vol bent van de Heilige Geest, hè? Weet je waar je dan nog meer vol van bent? Je bent vol van Christus. Je bent vol van de Heer Jezus. Je bent vol van kracht, hè, want je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Je bent vol van vuur
Je bent vol van liefde. Je bent vol van wijsheid. Want de Heilige Geest die onderwijst ons naar de volle waarheid. Amen. Weet je, onze eigen wijsheid. Onze eigen wijsheid zit ons soms heel vaak in de weg. Maar Gods wijsheid die ontvangen wij door de Heilige Geest. En vol van vreugde, van blijdschap. En je bent vol van rust, van vrede. Want met zijn geest komt ook zijn shalom, zijn rust. Zoals ik al zei, het thema is eigenlijk een beetje een woordspeling. En er komt straks een bijbelgedeelte terug in dit woord. En die gaat terug naar die referentie. Namelijk dat we onze olielamp vol moeten houden. En misschien vraag je je af, ja maar Samuel, weet je, ik geloof in de Heer Jezus en in God de Vader. Maar de Heilige Geest is soms nog zo'n vaag begrip voor mij. Ik kan daar niet zoveel mee. Weet je, hoe belangrijk is het nu eigenlijk? Nou, als we in Handelingen kijken naar de eerste gemeente, dan was dat zeer belangrijk. En we gaan even naar Handelingen hoofdstuk 6. Vers 2 tot en met 7. En dan even een stukje voorwoord, want de apostelen, de leiders van de gemeente te Jeruzalem, kijk, ten eerste wat ik echt heel mooi vind, zij deden wanneer ze samenkwamen, bij elkaar kwamen, wanneer er een samenkomst was, dan kwamen ze bij elkaar ook om te eten. En dan bedoel ik echt uitgebreid eten. Zo uitgebreid dat de apostelen op een laatst omkwamen in het werk van het bedienen van de tafels. Of ja, misschien hadden ze nog geen tafels. In ieder geval het bedienen van de mensen met eten. En de apostelen, het werd zoveel werk, want de gemeente was zo erg aan het groeien. Het werd zoveel werk dat ze omkwamen in het bedienen van de tafels. En dat was niet de bedoeling. De apostelen, de leiders van de gemeente, zij waren aangesteld. Ze waren geroepen om te onderwijzen en voor te gaan ook in het gebed. Nou, nu ga ik verder lezen. Dus Handelingen 6, vers 2 tot en met 7. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich. En ze zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. En nou komt hij. Vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man van geloof en van de Heilige Geest. Vol van geloof en van de Heilige Geest. Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En zij leidden hun voor de apostelen. En die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Wauw. Wat een mooi gevolg. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Ze zochten dus een aantal mannen uit. Ze waren op zoek naar een aantal mannen voor een aantal praktische taken eigenlijk. He, voor het bedienen van de tafels. Voor het bedienen van de maaltijd. Voor het uitdelen van eten. En hoewel dat eigenlijk, he, menselijke wijs gezien zouden we denken van ja, is een praktische taak. Dat kun je eigenlijk door iedereen laten doen. Maar nee. Ze geven hier eigenlijk 2 belangrijke criteria. 2 dingen waar die mensen aan moesten voldoen. Oftewel, ook in de eerste gemeente vonden ze dit essentieel. Zeer belangrijk. Dit mocht niet ontbreken. Ze konden een hele lange lijst opnoemen. En ik zie soms ook bij heel veel gemeentes allerlei regeltjes erbij komen om een taak te doen. Maar hier hielden ze het heel basic. Want als je hieraan voldoet, voldoe je automatisch ook aan alle andere dingen. Namelijk vol van de geest en vol van wijsheid. Zo belangrijk was dat in de eerste gemeente. Vol zijn van de geest
en vol zijn van wijsheid. Nou, blijkbaar was het dus bij de eerste gemeente een van de belangrijkste criteria. En nog een bijzonder voorbeeld in de Bijbel was Barnabas. De speaker doet het wel, hè? Ik heb hem eigenlijk niet nodig, hè? Wist je dat? Ik weet mezelf wel te laten klinken. Ze doen bij mij heel vaak het volume omlaag. Maar een ander voorbeeld is dus Barnabas. En over hem staat dit in Handelingen geschreven. En we gaan naar Handelingen hoofdstuk 11. Vers 20 tot en met 24. Oh, trouwens, van het gedeelte wat we net hebben gelezen. Weet je, een mooi gevolg van het aanstellen van die mensen, die diakenen, voor het bedienen van de maaltijd. Wat was het gevolg? Wat was het gevolg van het aanstellen van mensen vol van de geest? Er kwamen nog meer mensen bij de gemeente. Er werd een menigte toegevoegd. Wat een mooi gevolg, wat een mooie belofte eigenlijk. Wanneer we vol zijn van Gods geest, dan gaat dat mensen trekken, dan gaat dat mensen raken. Maar een gevolg van vol van de geest zijn is ook dat we naar buiten gaan. Dat we gaan stralen. Dat we Gods liefde laten zien. En het kan niet anders dat mensen gaat trekken. Even terug naar Barnabas. In Handelingen hoofdstuk 11 vers 20 tot en met 24 lezen we het volgende. En ook nog even hier wat voorwoord. Weet je, ik kan niet de hele hoofdstukken hier neer gaan plakken en op gaan lezen. Dus ik probeer het een beetje beknopt te houden. Anders zijn we hier over 2 uur nog bezig. De gemeente in Jeruzalem werd al streng vervolgd in deze periode. En er waren meerdere mensen van de eerste gemeente die gingen dus vluchten naar allerlei gebieden. En nou ga ik gewoon even verder lezen. En er waren onder hun echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hun kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hun alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Dus ook hier lees je weer. Er gaat iemand naar een gemeente toe waar al opwekking is. Waar al mensen toegevoegd zijn aan de gemeente. En hij komt daar vol van de geest en vol van geloof. En boom, nog meer mensen toegevoegd. Wat een mooi gevolg. Dat maakt dat het mij ook enthousiasmeert. Dat geeft mij verlangen. O Heer, geef mij meer van uw geest. Ik wil vol zijn van u. Ik wil echt vol zijn van u. Ik wil niet gewoon mijn leventje leven. Ik wil niet gewoon mijn dagelijkse dingen doen. Nee, ik wil vol zijn van u. Zo vol dat ik ga overlopen. Dat ik ga overstromen. Dat mijn buren het gaan merken. Dat mijn collega's merken van, hey, wat heb jij? Wat jij hebt, dat wil ik ook. Zo vol wil ik zijn. En weet je, we mogen de Heere daar altijd om vragen. Heere, vul mij. Heer, ik wil meer van uw geest. Heer, onderwijs mij. Weet je, en de Heer zal het ook geven. Wanneer je hem om een brood vraagt, geeft hij geen steen. Wanneer je om een vis vraagt, geeft hij geen schorpioen. Hij wil jou het goede geven wanneer je hem daarom vraagt. En wanneer je de Heilige Geest nog niet ervaart in jouw leven, hij wil jou zijn geest geven. Wist je dat wanneer jij gedoopt bent, wanneer jij bekeerd bent, wanneer jij jezelf hebt overgegeven aan de Heer, wanneer je in hem gelooft, dan ben je automatisch verzegeld met de Heilige Geest. Oftewel, je hebt er al een verzekering in. De Heer heeft jou de geest al beloofd en hij wil hem in jou uitstorten. Hij wil jou ermee vervullen. En wanneer je Gods woord leest, het staat er vol van. Je kunt het niet, je zou bijna hele bladzijden eruit moeten scheuren als je dat niet wil zien. Maar hier zitten we allemaal en we geloven de Bijbel van kaf tot kaf, toch? Amen? Ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, van scheppingsverhaal tot het einde toe. En weet je wat ik een mooie belofte vind? De Heer Jezus zegt me, en zie, ik ben met jullie.
alle dagen, tot aan het einde van deze wereld. En weet je hoe hij met ons kan zijn? Door zijn geest. Want de Heilige Geest is de geest van Christus. De Heilige Geest is de geest van de Vader. Het is de geest die drie eenheid maakt. Paulus noemt het ook de kracht, opdat de kracht van Christus over mij komen. De Heilige Geest is de kracht van Christus. De Heilige Geest is de bron van waaruit Jezus zijn wonderen deed. De Heilige Geest is de bron van waaruit Jezus wandelde. Van waaruit hij bewoog. Van waaruit hij onderwees. En de Heilige Geest wil ons ook vandaag de dag nog steeds onderwijzen. Weet je, want we kunnen ons hoofd vullen met heel veel kennis. Maar als we zijn geest niet hebben, dan doodt dat. Paulus schrijft hierover in 2 Korinthe hoofdstuk 3. En we lezen vanaf vers 5. 2 Korinthe hoofdstuk 3 vanaf vers 5. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Weet je, onze eigen wijsheid zal ons alleen maar in een neerwaartse spiraal brengen. Zal ons alleen maar in de knel helpen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Weet je, Gods woord is een belangrijk fundament. Maar zonder de geest zit er geen leven in. Zonder de geest kunnen wij de ware betekenis niet begrijpen. Zonder de geest gaat het woord niet leven. Nou, ik weet nog toen ik tot bekering kwam, radicaal tot bekering kwam in 2005. Man, ik wist niet wat me overkwam. Nou, ik heb al meerdere keren mijn verhaal verteld van waaruit, wat voor wereldje ik gekomen was als drugsverslaafde, crimineel, et cetera. Maar ik ben uiteindelijk, nadat ik was neergestoken geweest, ben ik toen op zoek gegaan. Ik ben op zoek gegaan van, nou Heer, u heeft mijn leven gered en ik wist dat God het is geweest. Dat wist ik. En toen ben ik op zoek gegaan naar kerken en ik ben ze één voor één afgegaan. En uiteindelijk kwam ik bij een gemeente terecht, Sion, in Hengelo. En ik werd daardoor een broeder uitgenodigd om bij hem te eten. Trouwens, mensen uitnodigen om bij je te eten is ook een heel mooi evangelisatiemiddel. Zeker als die mensen in de schuldsanering zitten, zoals ik toen zat. Een gratis maaltijd. Die weigerde ik niet. Dus ik zei, ja, tuurlijk kom ik bij je eten. Dus ik ben daar gaan eten. Weet je, en als je dan toch gebruik hebt gemaakt van iemand gastvrijheid en vrijgevigheid. Weet je, dan denk je van, nou weet je, dan ga je niet gelijk naar het eten weg, toch? Dat doe je niet, dat is onbeleefd. Dus na het eten vroeg hij mij van, wil je misschien met mij televisie kijken? Ik zei, ja, televisie kijken, prima. Hij zei, ja, ik heb een mooie preek opgenomen op videoband. En we gingen dus preek kijken op een VHS-videoband. En die preek ging over de bruid en de bruidegom. Dat de Heer Jezus de bruidegom is. En dat wij, de gemeente, wij zijn zijn bruid. En de insteek van die preek was dat de bruid en een bruidegom, zij hebben een liefdesrelatie. Ze houden van elkaar, ze verlangen naar elkaar. Toch? Jullie na 50 jaar... Jullie houden van elkaar. Jullie verlangen naar elkaar. Jullie zijn één geworden. En een bruidegomrelatie, weet je, dan doe je en laat je dingen niet omdat het moet, maar omdat je van diegene houdt. En terwijl ik daar zat, het beeld van God werd compleet veranderd. Ik heb God voor die tijd altijd gezien als iemand van veraf. Iemand die mij keurde. Iemand die mij afkeurde. Iemand die de regeltjes bijhield.
of ik wel goed genoeg was, te slecht was. Nee. Maar God wil een liefdesrelatie met mij. En wanneer liefde de basis is, dan doe je en dan laat je dingen niet omdat het moet, maar uit liefde voor elkaar. En misschien weet je nog in een periode dat je echt helemaal hotelde boter verliefd was op iemand. En diegene vraagt aan jou, oh, kun je dit misschien even voor me doen? Ja, tuurlijk joh. Of als diegene je belt en je bent eigenlijk geen beller. Je houdt niet zo van telefoneren. Nou, moet je opletten. Als je relatie een aantal kilometer verderop woont, uren aan de telefoon. Niet normaal. Maar doe je dat dan omdat het moet? Doe je dat omdat, nou weet je, ja, ik moet het verdienen? Nee. Je wil niet anders. Je wil bij diegene zijn. Je wil tijd met diegene doorbrengen. Je verlangt naar diegene. Dus je doet het vanuit verlangen. Je doet het vanuit liefde. En zo mag het ook zijn in onze relatie met de Heer Jezus. We mogen Hem zoeken. We mogen met Hem praten. We mogen tijd vrijmaken voor Hem. Niet omdat het moet, maar omdat Hij van ons houdt. Hij heeft ons eerst lief gehad. En vandaag de dag wil Hij ook dicht bij jou zijn. Hij wil jou vol laten zijn van zijn geest. En Hij wil door diezelfde geest wil Hij zijn liefde in jouw harten uitstorten. Zoals in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 staat. En de liefde Gods wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Excuseer vertaling, ik ben het de hele tijd uitstapjes aan het maken. Maar hoe bijzonder is het dat wanneer mensen op gaan staan, ook hier in deze gemeente, die vol zijn van de Heilige Geest, vol zijn van zijn woord, en dat er ook een menigte gaat toegevoegd worden aan deze gemeente. Hoe gaaf, hoe bijzonder zal dat zijn als deze gemeente opstaat en Zutphen ingaat en Zutphen laat weten, Koning Jezus leeft. En Hij wil vandaag de dag nog steeds wonderen en tekenen doen. Hij wil vandaag de dag nog steeds levens veranderen. Hij is 2000 jaar geleden voor ons aan het kruis gestorven om ieder van ons te redden. Het is niet zijn hart, het is niet zijn verlangen dat er ook maar één iemand verloren gaat. Wauw, Heer, vul mij met datzelfde verlangen. Heer, om vol te zijn van U, van Uw liefde. Heer, geef mij hetzelfde verlangen, Heer, om ook al die mensen die verloren dreigen te gaan, Heer, om ze te redden. En ik hoop dat jullie dat gebed met mij mee willen bidden. Want Nederland heeft Jezus nodig. Ze zijn gevangen in gemak. Ze zijn gevangen in zekerheden. Ze zijn gevangen in financiële systemen. Maar God wil ons vrijzetten. Volledig vrij van elke gevangenschap dan ook. Ook al lijkt jouw kooitje van goud, het is nog steeds een kooi. Je bent nog steeds gevangen. Alleen de Heilige Geest kan vrijzetten. Alleen de Heilige Geest kan vrijmaken. Daarom staat ook in Gods woord. Daar waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. De wereld biedt jou geen vrijheid. De wereld biedt jou afhankelijkheid, gevangenschap, verslaving. Weet je, als we kijken naar de Heer Jezus, vlak voordat Hij terugging naar de Vader. Toen beloofde Hij de discipelen het volgende. En dat staat in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Een heel bekend vers, dat kennen jullie allemaal. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. Tot aan Zutphen. Nee, tot aan het uiteinde van de aarde. En toen die belofte in vervulling ging op de Pinksterdag, dat lees je in Handelingen 2 vers 1 tot en met 4... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
En aan hun werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hun. En zij werden allen vervuld, oftewel vol, met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Heilige Geest hen ingaf om te spreken. En weet je, wanneer je naar de grondtekst gaat, bij het woordje vervuld, dan staat daar het woordje pleto. Ik ben geen Griek, ik zal het vast verkeerd uitspreken, want er zitten wat van die leestekens boven de E en de O. En het grappige vind ik, als je kijkt naar de Strong's Dictionary, een van de betekenissen is, in het Engels, fulfill. Fulfill is vervullen. Maar als je fulfill letterlijk woord voor woord vertaalt, volvullen. Gods geest wil jou volvullen. Ik vond het een leuk woordgrapje weer, sorry. Ik ga even een stapje maken, want ik heb al een aantal uitstapjes gemaakt om de preek een beetje gestroomlijnd te houden. We gaan gelijk naar de bruiloft. Matteüs hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 13 gaan we lezen. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hun waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen mee, maar geen olie. En de wijze namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en ze maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en die zeiden, Heer, Heer, doe toch open. En hij antwoordde en hij zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Weet je, het olie staat voor de Heilige Geest. En wanneer we hem dagelijks terug gaan verwachten, zoals ook in Gods woord staat dat we moeten doen. Wanneer we hem dagelijks terug gaan verwachten, dan zorgen we ervoor dat we vol zijn van hem. Dan zorgen we ervoor dat we vol zijn van zijn geest. Want het is alleen maar door zijn geest dat wij relatie met hem kunnen hebben. Het is alleen door zijn geest dat wij in verbinding met hem staan. Het is alleen door zijn geest dat we met hem één zijn geworden. Dat we kinderen van God zijn geworden. Zonder de geest zijn we levenloos. Een lichaam zonder geest is dood, toch? Maar God wil leven brengen. Leven en overvloed. In Matteüs hoofdstuk 24, vers 10 tot en met 14, daar lees je ook nog een stuk over de eindtijd. Veel mensen zullen hun, en trouwens, ik lees hem hier even uit de basisbijbel. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en ze zullen elkaar haten. Hier zie je al dat de vrucht van de geest niet aanwezig is. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde. Mooi hè, dat woord. Mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered. En het goede nieuws van het koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen. Weet je, in deze tijd zien we ook echt wel dat de liefde aan het verkillen is. In de wereld, mensen worden steeds harder naar elkaar. Mensen beoordelen elkaar, mensen kijken op elkaar neer.
Mensen hebben meer liefde voor zichzelf gekregen. Meer liefde voor de ego. En alles en iedereen moet zich daar maar aan aanpassen. En hier wordt ook gewaarschuwd. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. En als je kijkt in Nederland, de kerken lopen leeg. Er zijn een paar uitzonderingen. Hoge uitzonderingen. Maar we hebben net gelezen dat wanneer mensen opstaan die vol zijn van de geest, dan zullen er mensen toegevoegd worden. En ik geloof daar nog steeds in. Ik geloof dat als wij opstaan, dat mensen weer getrokken worden door Gods geest en door zijn liefde. Dat mensen weer tot geloof gaan komen. Dus ik wil jullie ook uitdagen als gemeente, blijf zaaien. Blijf geloof zaaien. Blijf woorden van geloof zaaien in de levens van mensen om je heen. Want als wij niet zaaien, ja, dan komt er ook niks op, toch? Elke boer kan jou dat vertellen. Als je niks zaait, komt er niks op. Blijf zaaien. En Gods geest zal de rest doen. Gods geest wordt ook vergeleken met water. En wanneer je water bij een zaadje doet, wat gebeurt er met het zaadje? Het gaat ontkiemen. Kijk, wij kunnen zaaien, maar wij brengen geen leven in dat zaad. Hè? De letter dood, maar de geest maakt levend. Amen. Nog een mooi voorbeeld is Paulus die vergelijkt ons in een van de Korinthebrieven ook met dat wij nog in een aardse tent zitten. En in de King James staat daar tabernakel. En ik vind dat een mooie vergelijking. De tabernakel was eigenlijk was de voorloper van de tempel. En het was de plek waar Gods heiligheid, waar Gods aanwezigheid was. Het was de tent van de aanbidding. Maar weet je wat ik nog mooier vind? In het Oude Testament wordt het ook de tent van ontmoeting genoemd. Wanneer wij beseffen dat onze aardse lichamen, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn rondwandelende tabernakels. Daar waar Gods geest woont. En ook hier zie je trouwens in Exodus zie je al een profetisch beeld daarvan. In Exodus 27, vers 20 tot en met 21, daar staat: Gij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie, die uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen branden in de tent der samenkomst. Buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren een altoos durende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. En ik geloof dat dit ook al een beeld is van de Heilige Geest die in ons moet blijven branden. Laat de vlam niet doven. Het is al in het Oude Testament bij de tabernakel ingesteld dat de lamp, de olielamp, mocht niet uitgaan. Het moest continu bijgevuld worden. Het moest aangehouden worden. Het moest aangewakkerd blijven. Laat de Heilige Geest niet in slaap sussen. Stel hem niet teleur. Strek je uit naar hem. Hij wil met jou praten. Hij wil intimiteit met jou hebben. Hij wil tijd met jou doorbrengen. Hij wil betrokken worden bij alles wat je doet. Wanneer je naar de supermarkt gaat. Wanneer je aan het ontspannen bent bij het zwembad. Wanneer je op vakantie gaat. Hij wil mee. Doe hem niet even uit. Ah, mijn Heilige Geest, ik ben nu op vakantie. Hij wil jou ook op vakantie gebruiken. Hij wil ook op vakantie tot jou spreken. En hij wil ook op vakantie door jou heen spreken. Amen. Ik wil afsluiten hiermee. En met name ook weer naar de getrouwde stellen onder ons. Weet je, het succes van een goed huwelijk is vol zijn van de geest. Want dan komen al die mooie eigenschappen, de vrucht van de Heilige Geest, die komen dan ook tot werking. Het huwelijk is een perfecte plaats om die vruchten te laten groeien. En vandaag de dag, God is nog steeds dezelfde. Weet je, soms dan lezen we de Bijbel, ja, maar dat was toen. Nee, hij is niet veranderd. God is niet veranderd. Zijn geest is niet veranderd. En dan wil jullie harten ook vandaag de dag nog steeds vol vullen. God zegen allemaal. En ik hoop dat jullie daar de komende week bij stilstaan. Weet je, ik ben niet iemand die snel oproepen doet of wat dan ook. Helemaal niet.
Maar als je een gebed nodig hebt, mag je me aan de mouw trekken straks. Maar ik vind het nog beter als je zelf in je eigen binnenkamer naar God toe gaat. En tegen hem zegt van, Heer, kom met uw Heilige Geest. Heer Jezus, vul mij met uw geest. Ik heb uw geest nodig. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb uw kracht nodig. Juist ook om een getuigenis te kunnen zijn. God zegen. En dan wil ik graag een zegen over jullie uitspreken. Dank u wel, trouwe Hemelse Vader, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u elke dag voor ons zorgt. En dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat door uw geest u elke dag bij ons wil zijn en elke dag met ons meewandelt. Heer, en zo wil ik een zegen, Heer, over deze gemeente uitspreken, Heer, over ieder van hen. De Heer zegenen en behoeden je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jou en geeft je vrede. En heel het volk zegt, amen. God zegen.